Hallo iedereen en welkom weer bij een nieuwe video. Ik ga vandaag een challenge opnemen, de BFF tag. En dit is mijn BFF. Hallo iedereen, ik ben Marit en ik ben Felix BFF. En we hebben elkaar leren kennen op 6 september. En we zijn nu, op 6 september zijn we 2 jaar BFF. 3 jaar toch? Nee, 2 jaar niet, want bij meester Stefan dus zijn we 2 jaar BFF en Fabio mist altijd. En nu gaan we beginnen met de BFF tag en we gaan kijken op 100% hoeveel ik Fabio ken. Oké. Ik heb een paar zinnetjes, maar ja, een paar vragen op deze gsm. Ja, dat is ja. Sorry, musically staan al. Ja, kijk, de eerste vraag is, wat is mijn lievelingsdier? Een kat. Ja. En ik heb er nog een paar. Ja, kat, een hond, een paard. Het is al. Ja, oké. Mijn lievelingskleur. Dat weet ik. Blauw en zwart. Ja, helemaal kleurbruin. En wat is het lelijkste kleurrijk? Oh ja, dat wat is kaars kleur... van Anderlecht. Ja. Wat is mijn favoriete liedje? Oh my god. Ik denk... Cowboy Girl van de Children. Ja. Of... Een rock ding. Dat je mama en papa naartoe zijn gaan naar dat festival of zo. Festival? Ja, laat maar. Ik weet het niet. Denk Kouweko van de Tune en wat is het eerste antwoord? Krantenweek van Lil Kleine. Ah, die wil ik trek ook. Ah, shit. Ik steek mijn tong uit naar de spiegel, sorry. De volgende vraag. Welk vak doe ik graag op school? Muzikale opvoeding. Ja. Techniek. Dat ook. Knutselen. Ook. Is het iets van echt Frans? Ja, Frans ook niet zo raar. Ik denk Nederlands. Ja, spelling of zo. Ja, spelling. Doe ik wel graag. Hoort en dat en dat doe ik echt bijna. Ik ook. Wat is mijn favoriete kledingstijl? Oké, een broek met een t-shirt. Dat is mijn favoriete kledingstijl. Ga je echt niet vaak zien in een kleedje. Oh ja, soms. Vooral in een rokje zou je me niet echt veel zien. Maar in vooral in gemakkelijke kleding. Ja. Zo. Okay. Ja, nog een vraag? Of is het vast de laatste? Want straks is dat mee. Welk haarstijl zou ik graag hebben? Wel hebben. Ik denk lang haar. Ja. Dat je een dot kunt doen. Ja, dat ook. Maar ik wil ook graag. Ah ja, krul haar. Ja. En dat zo moeilijk natuurlijk kan. En nog een vraag. Wat is mijn hobby? Haar hobby is zwemmen. Nee. Nee! Nee? Dank je. Kleuren. Skilleren. Hoe kan ik dat niet weten? Oh my god. Ja, ik dacht steeds dat zwemmen. Ja, nee, ik heb dat 3 jaar gedaan. Ik vond dat niet zo tof. Oké. En was dat de laatste vraag of nog één? Nee, dat was de laatste vraag. En. Oké. Hoeveel komen we overeen? Ik denk. Ja, hoeveel vragen had ik juist? Dus welke lievelingsdier had ik juist? Haarstijl had ik juist. Kledingstijl had ik. Juist. Ik denk dat wij even berekenen. Tot straks.
Ja, ja, we zijn terug en we hebben thuis gerekend met een app die we echt geïnstalleerd hebben. Maar we hebben dat maar weer verwijderd, want hij was te betalen, hè, toch? Ja. Maar we hebben dan dat vlug weer verwijderd. En het blijkt dus welke vraagjes, twee hadden het overgeschreven, welke vraag moest je vraagjes intypen en de naam weet ik al niet meer van de app. En het blijkt dus dat wij 89% overeenkomen van de 100. En nu is het mijn beurt. Tot straks. Oké, dus nu gaat Marit vragen stellen aan mij. Ja. Oké. De eerste vraag is, van welke band hou ik? Eigenlijk van welke zanger eigenlijk? Sheeran? Ja, en? Lil' Kleine. Ja, en? Gewoon boef. Ken ik. Ga ken het liedje. Ah ja, Jonas Bleu. Yay! Oké. Dus één vraag juist. Ja, de volgende vraag is van wat hou ik echt super, super, super graag als eten? Als eten. Pasta? Ik ben het beginnen eten en echt, nu vind ik het echt. Ik heb zelf een combi genomen naar Febe met pasta. Ja. Zo echt op de samenleving. Pasta, ik hou ook echt zoveel van pasta. Ja. De volgende vraag is, van welke kledingstijl hou ik? Hij draagt wel veel kleedjes en zo. Al die dingen, dus ik denk wel kleedje. Kleedjes, ja. Kleedjes en zo, en zo, soms shirtjes ook, maar broeken, oh my god, zou ik gewoon in de vuilbak Ik draag wel graag broeken, maar zo broeken, je weet wat, die echt zo meestretchen. Als je gaat zitten, die echt meestretchen, en niet zo van zo skinny, want ik heb zo'n broek skinny, en dat is echt niet fijn. De volgende vraag is, van welk dieren hou ik? Hond, paard, kat. Vooral van een hond. Wat heeft een hond thuis? Ik heb een hond en twee katjes. Van welke band hou ik echt gigantisch graag, waar ik bijna alle boeken van heb en allemaal lees. En het staat ook weer op je kamer. De Ghost Trapper. Ja. Dan achter mij. Ja, oké. De volgende. Ja, de volgende vraag die ik heb is, wie is mijn favoriete ster op Musical.ly? Favoriete ster? Het hangt ook uit op je kamer. Serena? Nee. Het hangt uit op mijn kamer. Jeff Bomb. Jeff Bond, is toch Jeff Paul? Nee toch? Ja, misschien dat kan ook. Dat hondje. Dat kleine mini schattig hondje. Die daar bij Victoria denkt. Ik vind echt dat hij gigantische leuke dingen kan doen. Wat is mijn favoriete vakantieland? En ben er dit jaar geweest. Waarom noemt dat nu weer? Het stond op Musical.ly en al. Gran Canaria? Nee! Creta. Yay! Ik hou van een beetje. Oké, dat waren eigenlijk alle vragen. Van welke schoenen hou ik echt gigantisch veel? En het zijn niet sandalen. Baskets. Die ik heb. Ja, echt skinny. En wat is mijn hobby? Wat is mijn hobby? Dat was nog niet te last, maar wat is mijn hobby? Dansen. Ja. En wat is nu echt mijn favoriete droom? Mijn droom. Je favoriete droom? Dat heb je helemaal nog nooit gezegd, of wel? Jawel. Wanneer was dat dan? Oké, mijn favoriete droom is dat ik een
mooier grote dan Therese wordt. Dat is mijn droom. En ook gezond blijft, want dat is ook een... Daar moet je ook altijd ja. wensen en zo. En dat je een goede man hebt later, want er zijn nu veel mannen die heel veel bedriegen. Ja. En dat waren alle vragen. En ik heb geteld en jij kent mij, even denken, 85% op de 100. Dus dat is wel veel, want als je in de 80 hebt, is dat echt van... Je hebt echt vriendinnen die echt 100% elkaar kennen, maar dat is dan als je 10, 30 jaar bij een vriendin bent. Want misschien ieder jaar komen er wel nieuwe liedjes bij, of ieder jaar kunnen je dromen groeien, dus dat kan. Dus dat was eigenlijk de video en tadaa! Doei!